krijg zoveel vragen over hoe het is om een puppy te hebben en hoe het is met Tommy en hoe we dat allemaal doen, dat ik heb besloten om er een vlog aan te wijden. Ik ga deze week alles filmen waar ik tegenaan loop met hem en hoe we dat aanpakken. Ik krijg jullie hopelijk een heel realistisch beeld hoe het is om met deze rakker die nu iets aan het slopen is, te leven. Ik vind het heel onwennig. Ik moet er vooral met het jaar naast. Om jullie een zo volledig mogelijk beeld te geven, leek het me goed om ook gewoon eens aan jullie te vertellen hoe Maarten er tegenaan kijkt, de puppy. We gaan gewoon even met elkaar in gesprek. Ik ga Maarten wat vragen stellen. Okay. En dan krijgen jullie hopelijk gewoon ook een beeld van hoe wij het samen handelen hier nu we 2,5 maand Tommy hebben. Niet. Want we hebben nu 2,5 maand. 2,5 maand. Toch? Ja. Je hebt vroeger ook altijd honden gehad? Ik ook. Eén hond. Ja, twee. Ik eentje. En had je van tevoren dus verwacht dat het zo zou zijn zoals het nu is? Nee. Ik had het makkelijker verwacht. Ja, vind je het zwaar? Ik vind het af en toe wel, nou niet zwaar, maar het heeft wel veel invloed op je dagelijks leven. Ja, want in hoeverre is je leven dan het meest veranderd? Nou, meer gewoon de vrije tijdsinvulling is veranderd. Dus als je ergens naartoe gaat, moet je daar rekening mee houden met de hond. Ja. Of met een pup vooral. Met een hond maakt het misschien weer wat minder uit, omdat hij wat langer alleen kan blijven. Maar met een puppy ja, moet je altijd rekening houden. Ja? Ja, ik denk ook dat het rekening houden hetgeen is wat het meest veranderd is. Je kan niet meer spontaan eventjes de deur uit. En niet allebei weg zijn of zo. Je moet ervoor zorgen dat er altijd iemand is die hem op kan pakken. Ja. En wat vind je dan het meest tegenvallen? Voornamelijk wel dat je daar rekening mee moet houden dat als je ergens naartoe gaat, dat je dan met hem zit. Of dat je hem weer ergens naartoe moet brengen. Of dat je niet even een avondje met z'n tweeën ergens naartoe kan. Het kan wel, maar je moet hem meenemen. Ja. Als je naar het strand wil, moet je met hem meenemen. Maar hij mag niet in de zon te lang. Dus hij mag niet te lang op het strand lopen. Dus ja, dan daar moet je rekening mee houden. Dat vind ik lastig. Ondertussen ook het huis aan het slopen nu, is dat zo super. Tom, niet doen. Het is vooral, alles duurt langer. Vind je dat niet? Dus als wij inderdaad nu bedenken, we gaan naar het strand, dat kan nog steeds. Maar wat neem je mee? Wat moet hij eten? Wat moet hij drinken? Hij loopt niet zo snel. Je bent gewend dat je gewoon van A naar B loopt. Dat vind ik misschien wel het meest tegenvallen. Is er ook iets waarvan je dacht, dat wordt misschien wel zwaar, maar dat viel uiteindelijk wel mee? Ik had wel verwacht dat we er vaker 's nachts uit hadden gemoeten in het begin. Want hoe vaak moesten we er 's nachts uit? Alleen de eerste nacht. Ja. Yes. Dat moet ik eerlijk zeggen ook, want ik had al van tevoren dat ik dacht, nou ja, je hond is dan wel echt tussen 6 en 7 wakker in het begin. En dan vind ik dat niet zo erg, want wij zijn altijd vrij vroeg wakker. Dus ik dacht, dat komt wel goed. Ja. Maar het feit dat hij tot 9 uur tukt, best chill. Laten we dat zo houden. Ja. Oké. We gaan dus ook gewoon altijd met hem naar het bos. Ik ga echt wel, denk 4-5 keer per week met hem naar het bos. Dat doen we al vanaf dat hij klein was. Eerst korte stukjes natuurlijk, maar wel gewoon meteen om eraan te wennen. Ik laat hem daar ook altijd meteen los. En dat gaat het algemeen goed. Hij vindt het leuk om bij ons te zijn. Dus hij rent af en toe wel weg. En als ik andere honden tegenkom, dan moet ik echt wel het best doen om hem mee te krijgen. Vaak leid ik hem dan weer even aan. Maar hij gaat niet zomaar bij ons vandaan. En de manier waarop we dat voor elkaar hebben gekregen, is door heel veel worst bij ons te hebben. Of heel veel snoepjes. En elke keer als hij dan weer bij ons terugkomt, dan geef ik hem iets lekkers. Zodat hij denkt, het is echt heel leuk om bij jullie te zijn. En toen? Ik heb wel ook een waanzinnige truc, tool. Dat is deze bal. Als ik hier een knijp, dan komt er een vreselijk irritante piep uit. Maar dat vindt hij heel erg leuk, want het is zijn lievelingsspeeltje. Dus als hij wegrent, ergens anders heen, en ik doe die piep, dan stopt hij. En dan komt hij vaak weer naar me toe. Dus dat is heel fijn. Nu hebben we dus zo'n mega irritant punt bereikt. Hij ruikt iets en hij luistert niet meer. Ja, zoals ik zei, hij komt altijd over het algemeen wel weer terug. En ik heb daar al staan roepen dat hij hier moest komen. Maar ja, dat wil ik niet 100.000 keer tevergeefs doen. Dus ik ben nu gewoon door aan het lopen. En dan neem ik aan dat hij gewoon weer een keer komt. Maar ik zie nog niks. Het is wel een dingetje, want nu moet ik mijn rust bewaren. En geduld hebben, denk ik. Maar ik zie hem niet meer en ik weet niet waar die is. Dus ergens vind ik dat irritant en lastig. Ah, dan komt hij aan hoor. Op zijn dode gemakkie.
Oké, hij komt dus altijd terug. Thank the Lord. Waar je ook rekening mee moet houden als je een puppy hebt, is dat opvoeden in een stad best lastig is. Dat er van alles op straat ligt, wat ze dus de hele tijd in hun bek doen. Tommy, los! Tommy, los! Het is best een challenge, vooral met een beagle. En er komt bij dat er ongevraagd heet dat allemaal mensen aan je hond gaan zitten. Iedereen gaat aaien, terwijl je dus probeert naar je te laten luisteren. Ja toch? Of iedereen die op straat die rare kusjes gaat maken, die zo naar je hond gaat doen. Als je jezelf hierin herkent, het is mega annoying als hondeigenaar. Allemaal dingen om rekening mee te houden. Kan jij goed alleen zijn? Die vraag krijg ik echt heel vaak, of hij goed alleen kan zijn. Hij kan alleen zijn, inmiddels al wel 2 tot 3 uur. Maar wel alleen als hij moe is en dus als hij ervoor goed vermaakt is. Anders gaat hij zitten piepen en blaffen, want een beagle is gewoon een roedelhond. Dus hij houdt gewoon van liefde en genegenheid en gezelschap. Maar als hij moe is, dan kan hij zo 2 tot 3 uur alleen zijn. Dus op zich kunnen we prima een avondje uit eten of dingetjes gaan doen. Valt bijna, jongen. Je valt bijna. Of het te doen is om een puppy op te voeden in een appartement. En ja, dat is op zich te doen. Maar je moet gewoon heel veel naar buiten. Je moet gewoon zorgen dat ze lekker veel buiten komen. En wij hebben dus de mazzel dat we allebei gewoon flexibel werken. Dus dat we dat kunnen doen. En dat hij mee kan naar de box met Maarten. Dus doe het alleen als je het niet erg vindt om veel naar buiten te moeten. Als je natuurlijk een tuin hebt, kan je af en toe zeggen, hop, gaan we even lekker de tuin in. En dat kan bij ons niet. Als je allebei een kantoorbaan hebt, dan lijkt het me echt een helle job. Dan moet je er niet aan beginnen, denk ik. Nee, dat denk ik eigenlijk ook niet. Maar wij hebben gewoon een mazzel dat ik thuis of vanuit huis veel werk. En af en toe natuurlijk gewoon afspraken. Maar dan ben ik max 1,5-2 uur weg. Hij mag met jou mee naar de box. Dat is ideaal. Ja. Er is altijd wel iemand bij. Ja. Dat is wel in het begin zeker denk ik wel een cruciaal iets. Ja. Ja, want dat is ook. Er zijn inderdaad ook genoeg mensen die vragen. Ja, sloopt je puppy je hele huis niet? Maar ja, als je er bovenop zit, gebeurt dat niet. Nee. Beagle. Oh ja, als er nog mensen iets willen weten over een beagle. Want iedereen zegt tegen ons, oh, beagles, die zijn zo eigenwijs. Beagles, oh, drukke beestjes, hè? Oordeel zelf. Kijk hem, zie hem eens zitten. Is dat druk? Het is gewoon een knuffelbeer. Ze zijn eigenwijs, maar welke pup is niet eigenwijs? Elke hond die heeft wel wat eigenwijze trekjes. Het gaat er gewoon om dat je consequent bent. En hem vermaakt. En ik denk dat dat het belangrijkste is voor zo'n beestje. En dat hij daarna gewoon prima hanteerbaar is. En we laten hem loslopen en hij komt altijd terug tot nu toe. Weer. Laten we dat zo houden. Ja. 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 Het is een geweldig beest. Ik zou het iedereen aanraden, maar weet waar je aan begint. Ik denk dat dat gewoon belangrijk is om te weten. Hebben we antwoord gegeven waarom mensen het wel of niet zouden moeten doen? Ik doe het niet omdat het zo schattig is. Neem eerst eens een hond op logeren. Ja. Denk ik. Ja, dat denk ik ook. En laat je dat inderdaad niet verleiden door de schattige puppy face. Dan kan je van een koude kermis thuiskomen. Ja, want het is af en toe noemen we hem terror Tommy. Het is hard werken. Het is gewoon hard werken. Maar ja, dat klinkt inderdaad weer zo negatief. Dat is gewoon, hou dat in je achterhoofd. Maar je krijgt er ook, een hond is echt een maatje voor het leven. Je krijgt er waanzinnig veel voor terug. Dus als je bereid bent die tijd erin te investeren, dan moet je het zeker doen. Ja. Want het is echt een verrijking van je leven. Behalve als je in de regen naar buiten moet om 10:30 s'avonds en hij niet wil lopen. Dan is het geen verrijking voor je leven. Je houdt niet zo van regen. Ik denk dat ik alles al nu wel gezegd heb. Waar je aan moet denken, waar je rekening mee moet houden bij het nemen van een puppy. Maarten en ik hebben samen veel dingen benoemd waar je aan moet denken. Dat klinkt wellicht negatief, dat is het helemaal niet. Want het is echt boven alles te gek. Het brengt liefde in je leven, het brengt spontaniteit in je leven, speelsheid in je leven. Als je op de bank zit te kniezen en zorgen zit te maken en hij springt op je schoot, dan ben je meteen weer in het hier en nu en denk je, waar maak ik me eigenlijk druk om? Dat vind ik echt gek. Ja, dus als je bereid bent tijd te investeren, dan raad ik het iedereen aan. En dan zeg ik echt, zeker doen. Daar krijg je geen spijt van.